Wethouder de Jong, de raad heeft net bepaald dat er onderzoek kan worden opgestart dat toeristen en arbeidsmigranten mee moeten gaan betalen aan voorzieningen. Vertel in de kort even, wat houdt het in en wat vindt u ervan? De raad heeft gevraagd in een motie aan het college om te onderzoeken of de invoering van verblijfsbelasting of toeristenbelasting, en dan niet helemaal gespecificeerd naar arbeidsmigranten, maar dat kan net zo goed voor zakelijke cliënten zijn, dat kan zijn voor de bed and breakfast, voor de hotels hier in het Hillegomse, of invoeren van toeristenbelasting, zeg maar ten opzichte van hetgeen wat het ook kost, om daar eens in ieder geval naar te gaan kijken. En dat gaan we doen. En dan komen, net als bijvoorbeeld in het Noordwijkse, dan zijn er in Hillegom ook vrij veel arbeidsmigranten gehuisvest. In Noordwijk veelal op campings en daar wordt ook gewoon toeristenbelasting geheven. Maar hier zijn de huisvesters, de arbeidsmigranten in ieder geval veelal in woningen gehuisvest. Nou, en daar is de vraag bij gesteld van nou, moeten arbeidsmigranten die dan zeg maar in de woningen zitten, maar vaak tijdelijk eventjes verblijven, kijk daar ook naar college of die dan ook onder de toeristenbelasting, als je al komt tot invoering daarvan, of zij daar ook onder moeten komen te vallen. En gaat het dan om een paar euro per persoon per nacht? Nou, dat zijn zaken die we nu gaan onderzoeken. Ik kan me ook voorstellen dat je als het gaat, je zou al willen hè, dat het ingevoerd wordt en dat weegt allemaal op tegen de kosten en de baten. Dat je ook kunt afspreken met de huisvesters van arbeidsmigranten dat dat een bedrag per jaar is per bed. Ja. En dan ongeacht wie daarop slaapt, want dat zijn zaken die men pas moet doen op het moment dat men langer dan 4 maanden hier in Nederland of in Hillegom dus aanwezig is. Ja, want kijken naar de cijfers in Noordwijk, daar hadden ze onlangs een meevallen van €670.000 met betrekking tot overnachtingen. Moet je ook denken aan enkele tonnen voor Hillegom, wat zo'n nieuwe belasting kan opleveren? Ja, dat gaan we dus onderzoeken. Maar dat behoort wel tot de mogelijkheden? Nou, dat op het moment dat je tot een tarief wilt komen en kunt komen hè, met elkaar, dan zullen we natuurlijk ook kijken wat de omgeving en wat er in de regio aan toeristenbelasting wordt geheven. Dank.